les enfants de Russie et les enfants d'Ukraine, l'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose. Het is bijna kerst, buiten lekker koud, hier binnen in de studio is lekker warm en dan hebben we een bijzondere gast. En nee, het is niet de kerstman. Peter, welkom. Dankjewel dat ik hier mocht komen. Nou, heel graag. Peter, ja, in Moergestel kennen we jou, denk ik, heel veel mensen vanuit jouw groene achtergrond. Vertel eens iets, stel je eens voor. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben in 1986 in Moergestel komen wonen. En het was in de Oostervoortjes. Het was toen net waar ze aan het opbouwen. Ik had daar een huis gekocht aan het Mispelbos. En toen was het heel raar, het was een stedenbouwkundig plan, maar ze hadden geen rekening gehad met het groen. En toen heb ik aangeboden aan toen de burgemeester, de Veer heette die, geloof ik, die meneer burgemeester, van nou, ik wil daar best wel een groen plan, want ik ben tuinarchitect, tuin- en landschapsarchitect. En ik vind het heel leuk in een wijk te wonen waar ik zelf het groen van heb mogen ontwerpen. En dat heb ik ook helemaal begeleid. Ik heb zelfs toen nog in het Mispelbos een hele mooie oude beuk kunnen redden van Rijkswaterstaat die daar geplant is. En zodoende zijn de mensen mij ook bekend vanuit het groen. En ik heb natuurlijk de Nationale Boomfeestdag heb ik 28 jaar gedaan. En om kinderen op een hele leuke manier te laten merken en laten meebeleven hoe belangrijk natuur is voor hun eigen toekomst. En dat heb ik met heel, heel, heel veel kinderen mogen doen. Ja, en die natuur en dan met name bomen is voor jou heel belangrijk, hè? Want je zei net al, ik heb een beuk gered. Dat is volgens mij niet de enige boom die je gered hebt. Nee, de meest bekende in Nederland in ieder geval is de boom die staat op de A58 bij Breda, Ulvenhout. Als je vanuit hier naar Roosendaal rijdt of naar Antwerpen, dan kom je langs een waanzinnig mooie eik in de middenberm. En die was in de jaren 80, toen het tracé was vastgesteld, moest die boom gekapt worden, want boom in de middenberm kon niet. Maar dit was toen al zo'n mooie boom. Hij was toen 150 jaar oud. En toen heb ik gezegd van ja, maar dat moet je eigenlijk niet doen. Dat is gewoon een cultuurhistorisch element. En het verhaal ging toen al dat koningin Wilhelmina na de oorlog op landgoed Anneville, waar die boom onderdeel van was, dat hij vaak onder die boom zat te lezen. Ja, dat is natuurlijk helemaal een mooi verhaal. Dus nou, tot aan die minister, want boom in de middenberm kon niet. En toen hebben we gezegd, nou, een aantal voorwaarden waar hij aan zou moeten voldoen. En als dat daar niet aan voldoet, dan mocht hij gekapt worden. Maar hij bleek aan al die voorwaarden te voldoen, dus hij staat er nog steeds. Hij staat er nog steeds en hij doet het nog heel goed. Ja, en hij is in 2018 de mooiste boom van Nederland geworden. Wat nu dus de boom in Oostenrijk is geworden, de mooiste boom van Nederland, was die eik in 2018. En toen is hij ook 7e mooiste boom van Europa geworden. En dat is iets waar ik echt apentrots op ja, ben. Ja, dat mag. En dat allemaal mede dankzij jouw inspanning. Ja, dat hoef ik niet bescheiden over. Dat is echt zo. Daar heb ik echt voor moeten vechten. Maar iets totaal anders, want we zien nu in ons dorp een aantal posters hangen met Peter Derksen erop en in een totaal andere rol. Ja, dat is het leuke. Ik zing dus Franse chansons en ik ga een concert geven. En ik was van de week bij Slager Ketelaars en bij de bakker en bij Van Veldhoven, dat een van mijn sponsors is. En zei, Peter, we zien jou echt overal hangen langs de wegen. Ik zei, ja, dat moeten we hebben, want ja, dat is een mooie promotie. Ik heb dus een heel mooi kerstconcert gegeven met mooie Franse liedjes, hele mooie Franse kerstliedjes, maar ook met Nederlands, Engels en Duitse kerstliedjes. Zullen we zo meteen even op verder gaan, want we hebben ook nog mooie beelden, daar gaan we even naar kijken. Enfant de Russie et les enfants d'Ukraine, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre. Peter, wat hebben we nu net gehoord? Is het een lied met een boodschap? Of? Ja, het is een heel actueel lied met een hele mooie boodschap. Het heet Noël des Enfants du Monde. En het gaat er eigenlijk over dat rondom kerst moet ieder kind kunnen leven en moet genieten van een vreedzame wereld. En op dit moment is het natuurlijk helemaal actueel. Het clipje wat jullie gehoord hebben, dat is een clipje van vorig jaar. En toen ging het echt over Oekraïne en Rusland, die oorlog die er toen in volle hevigheid was. Nu is het is Israël natuurlijk en Palestina. En daar gaat mijn liedje op mijn cd gaat er ook over. Dat de kinderen in Palestina, waar ook ter wereld, ook in Israël en Gaza, noem maar op, allemaal, dat die eigenlijk moeten kunnen opgroeien in een gezonde wereld. En je ziet nu in Palestina hoeveel duizenden kinderen er of gewond zijn of zelfs doodgemaakt zijn. En ja, dat moet eigenlijk niet kunnen. En daarom, dit lied ga ik ook heel mooi inleiden in mijn concert. Want dat is, het is zo actueel. Ja. En het is gewoon een prachtig mooi lied. Ja, jouw concert komen we zo meteen even op terug. Ja. Het is een Franstalig lied. Heb je altijd Franse nummers gezongen? Ja, eigenlijk wel. Ik ben geboren in Belgisch Congo. Daar heb ik 8 jaar gewoond.
En de voertaal is daar Frans, het is Belgisch Congo, dus dat is Franstalig. En mijn vader die sprak vloeiend Frans en eigenlijk hebben we dat zo overgenomen. En toen ik begon te zingen in de badkamer, toen dacht ik, als ik nou echt wat mee wil doen, moet ik eigenlijk gaan onderscheiden en niet Nederlandstalig, maar ga dan Franstalig doen. Terwijl dat toen al een beetje aan het teruglopen was, maar op dat moment in de jaren 80 was dat nog leuk. En toen ik ooit ben begonnen bij de Beaujolais Primeur in de landgoed de Rozep in Oosterwijk, toen ben ik ook echt zangles gaan nemen. Maar wel op een Franse liedje, echte Jean Ferrat, Dalida, Edith Piaf, Charles Aznavour, noem maar op. De mooie, echte oude les vraies chansons françaises, zeggen ze in Frankrijk. En dat is zelfs in Frankrijk is het op dit moment moeilijk te vinden. Maar als ik dat zing, denk ik, oh, dat zijn die mooie oude liedjes. Ja, want jij treedt ook regelmatig in Frankrijk op. Ja, en dat is heel leuk. Als ik nou wel aangekondigd en zeg, oh god, er komt weer zo'n toerist zingen. Dan denk ik, even recht, hij zingt toch zonder accent ook. Dat heb ik natuurlijk opgeoefend. En dat is geweldig om daar te mogen zingen. Dat is echt... Vooral als mensen mee gaan zingen, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Nou, ben je heel lang geleden begonnen in de badkamer, zeg je, maar je treedt nog steeds op en veelvuldig volgens mij. Maar ja. Is het, het Franstalige lied, is dat ook een beetje in opkomst na de uitzendingen van Matthijs van Nieuwkerk over ja. De Franse chansons? Heel erg. Ik merkte bij wijze van spreken twee weken daarna al, dat ik denk, er werd ineens gebeld, hey, wil je bij ons komen zingen? En ook zowel op privéfeest, maar ook in bijvoorbeeld bejaardenhuizen of in gewoon bij festivals. En dat is het leuke, dat heeft echt een revival gezorgd. Alleen ik heb nu wel zo van, ik zing nou, sinds coronatijd zing ik ook in bejaardenhuizen. En dan merk ik toch ook dat het ook leuk is om Nederlandstalig te doen erbij. Dus ik doe het nou een beetje combineren. Bijvoorbeeld het dorp van Wim Sonneveld is oorspronkelijk een Frans lied. Dat heet La Montagne. En dat doe ik dan combineren. Maar ook bijvoorbeeld Prendre un enfant. Dat is oorspronkelijk van Yves Dutheil. Maar dat heeft Benny Nijman gezongen. Ode aan Maastricht. Nou, die combinatie is gewoon heel mooi. Weet je. En dat is voor mij, oh ja, dat kennen we, dat kennen we. En dat is gewoon leuk om dat te combineren. Je revois d'une monde en joie de Noël Que ton regard se pose sur la terre ou le ciel Ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël Enfant de la Russie et enfant d'Ukraine D'Amérique ou de Chine en ce jour de Noël Peter, zaterdag in de Tiliander, is dat ook weer Franstalig? Nee, ik doe het voor de vijfde keer, dat doe ik in dit concert. Alleen ik heb vorig jaar ben ik begonnen om het Frans, Duits, Engels, Nederlands te doen. Dus ik doe ook echt de mooie kerkelijke liedjes, als Nu zij het wel komen, er is een kinderke geboren, ga ik zingen. Dat mag heel de zaal meedoen. Maar ik heb ook Engelstalig liedjes die we gaan doen, Rocking Around the Christmas Tree bijvoorbeeld. En echt de lekkere liedjes. En natuurlijk van Helene Fischer doe ik Leise Rieselt der Schnee en Fröhliche Weihnacht. Dus het is eigenlijk een soort beetje internationaal gebeuren. Ik heb de hele Tiliander omgetoverd in een kerstsfeer. Ik heb iets van 10 kerstbomen staan op het podium. Ik heb een hele mooie oude kerststal, een mooie stoel waar ik dan hele mooie verhalen ga vertellen. Ik heb 4 prachtig mooie kerstverhalen en dat gaat allemaal in link met kerstmis. Het mooiste vind ik het meisje met de zwavelstokjes. Dat is niet helemaal kerst, maar dat heb ik wel een beetje herschreven. En dat is, weet je, mensen, oh wat mooi, het is echt weer kerstmis. Weet je? En dat is het mooie. Ik zeg altijd, ik ben geen wereldzanger, maar ik maak de mensen wel blij. En dat is het leuke ook van dit kerstconcert. Een kerstconcert, en ik hoor je zeggen van liedjes die meegezongen worden. Ja. Het is een kerstsingalong, zag ik. Dus de bedoeling dat mensen ook echt meezingen. Nou, ze moeten meezingen. Ja. Ik heb een heel groot scherm in de Tiliander. En daar komen de teksten ook op te staan. En het leuke is, de mensen krijgen een hele verzorgde avond aangeboden. Want ze komen binnen en dan krijgen ze een kopje koffie met een madeleine. Een lekker warm Frans koekje. En in de pauze krijgen ze een wijntje, of iets anders, maar ik zeg natuurlijk wijnen. En dan krijgen ze een heerlijk hapje bij geserveerd. Het is een hele verzorgde avond. En ik hoop dat de mensen zeggen, hé, dit is nou kerst. En wij gaan lekker de kerstboom optuigen thuis. En wij zitten al helemaal in de kerstsfeer dankzij de Peter Kerstshow Singalong. En lekker meezingen met bekende of onbekende liedjes die je hoort. Ja. Even in de praktische zin, in de Tiliander hebben we al gezegd. Wanneer is het precies? Het is 16 december, aanstaande zaterdag. En het begint om 8:30. De inloop is om 8:00. En ik zou zeggen, er zijn nog kaartjes te krijgen. Dus het zou leuk zijn als Moegestel flink aanwezig is. Ja. Nou, laten we het hopen. In ieder geval heel veel succes. En we zijn benieuwd naar jouw concert. Hartstikke leuk. Dankjewel dat je hier mocht komen. Que ton regard se pose sur la terre ou le ciel ne retient qu'une chose, il faut croire.
Noël. Dank jullie wel.